zaterdag 4 december 2021. En ik sta hier op het parkeerterrein achter de Schouwburg. Waarom? Nou, hier zijn zeecontainers neergezet. En waarom dat? Nou, dat gaan we vragen aan deze twee mensen en die stellen zich eerst even voor. Ik ben Ramona Ebbers. Ik ben Mingo Spessie. En deze reportage draait om jullie en om de oorsprong van jullie, als ik het zo mag zeggen. Want wat is er te doen vandaag? Vandaag is de opening van de tentoonstelling en onze Roma Beta, zoals we het noemen. Dat is onze Kuikse mini-museumpje. De reizende tentoonstelling laat de Molukse geschiedenis in meerdere perspectieven zien in de containers. De geschiedenis met de komst van de Molukkers naar Nederland. En ja, wij hebben ook als Kuikenaar ons eigen verhaal en dat is dan te zien in Roma Beta, dus onze mini-museum. Ja. Want nou, we kunnen het hier achter zien, 70 jaar Molukkers in Nederland, 60 jaar Molukkers in Kuik, zo ongeveer, hè? Ja, klopt, klopt. Dat is inderdaad in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. Deze containers die reizen ook door heel Nederland. In september zijn ze in Moordrecht begonnen en van daaruit gaan ze verschillende plekken. De bedoeling is dat ze 3 jaar gaan reizen. Maar vandaag staan ze dus, vanaf vandaag staan ze in Kuik. En wat Ramona al zegt, in combinatie met Roma Beta, wat is de Kuikse verhaal verteld van de Kuikse Molukkers? Ja, klopt. Dus even voor de duidelijkheid, deze containers, dat gaat over 70 jaar Molukkers in Nederland. En binnen, om het zo te zeggen, in de oude cadeauwinkel van Stevens, voor de mensen die willen komen kijken, dat is speciaal Molukkers in Kuik. Juist, dat is inderdaad Molukkers in Kuik. En er is van veel gezinnen in Kuik in ieder geval een inbreng. Er is ook de eerste generatie te zien en wat we in de loop der jaren hebben aan activiteiten hebben gehad en dat soort zaken. Dus ja, ik zou zeggen, kom kijken gewoon. Ja. Ja, er is al van alles georganiseerd. Jullie zijn al een poosje bezig. Er zijn prachtige posters door heel Kuik gehangen waar mensen informatie kunnen vinden. Waarom dit nu nog speciaal? We hadden in eerdere gesprekken ook al over gehad dat het verhaal van de Molukkers is nog niet goed verteld hier in Nederland. Veel mensen weten nog niet van de Molukkers. Waar komen ze vandaan? Waarom zitten ze in Nederland? Dus vandaar ook dat dit allemaal is opgezet. En nou goed, wat Ramona net al zei, de Roma Beta, wat betekent dus ons huis. Dat vertelt het verhaal van onze Kuikse gemeenschap hier in Kuik. Maar wat het belangrijkste is dat ons verhaal, het Molukse verhaal, verteld moet worden. Ja. Daar gaat het om. Binnen foto's van allemaal Kuikenaren dus. Hoe zijn jullie aan die foto's gekomen? Een deel hebben we inderdaad van de families binnengekregen, van verschillende gezinnen. En ook het VAT heeft hieraan meegewerkt, het fotoarchiefdienst Kuik. En zij hebben ervoor gezorgd dat ze allemaal mooi omkaderd zijn en ja, dat ze ook na te bestellen zijn zelfs. Ja. Ja. Nou, in het kader van de privacy zeggen we dan, gaan wij binnen niet rondfilmen. Maar mensen kunnen natuurlijk wel komen kijken. Wanneer is dit allemaal geopend? Wij zijn geopend op de woensdag en donderdag in de ochtend. Dat is dan van 9:30 tot 10:30. En vrijdag tot en met zondag zijn we van 12 tot 5 open. De tentoonstelling en de containers, ja, hier buiten? Samen. Oh ja, samen. Ja. En nou ja, wij Hollanders vragen natuurlijk, wat kost, hè? Dat is vrij toegankelijk. Geen kosten, nee. Ja. Okay. Is het nu ook interessant voor de Nederlandse bevolking of is het alleen echt leuk voor de Molukse mensen? Het is zeker interessant voor de Nederlandse bevolking. Natuurlijk om wat informatie op te doen van hoe is de geschiedenis natuurlijk van ons geweest. Maar ook, we hebben foto's bijvoorbeeld van toen wij samen met de Molukkers, of met de Nederlanders op school zaten. Dat soort foto's echt ook. En Kuikse verhalen, zoals ook een interview met de directrice van de huishoudschool bijvoorbeeld. Dus dat soort dingetjes hebben we er ook in meegenomen. Ja. Zometeen gebeurt er nog iets bijzonders, hè, in de tuin van de Oblaten. Ja, dat klopt. Voorafgaande aan de opening van de tentoonstelling hier vindt er straks de onthulling van een monument ter ere, ter nagedachtenis van de eerste generatie Molukkers. Dus
onze ouders, onze grootouders, die toen de tijd in 1951 met verschillende schepen hier naar Nederland zijn gekomen. Dus als eerbetoon, als de nagedachtenis van hun, wordt dadelijk dus het monument geopend. Door wie is het monument gemaakt? Het monument is gemaakt, dat is het mooie van, en daar zijn we ook wel trots op, dat het ook is gemaakt door een Kuikse, Molukse kunstenaar, Sias van Noembi. Ja. Een bekende naam in Kuik. Een bekende naam in Kuik, dat klopt, dat klopt. Dus dat is ook mooi, dat is ook door een Molukse, Kuikse kunstenaar is gemaakt. Een monument, altijd bijzonder natuurlijk. Hoe gaan jullie die nu nog speciaal eren? En ja, er komt een krans vanuit Bezama komt er te liggen en de burgemeester die haalt de doeken eraf samen met de grafrechtengroep. Ja. Nou, ik wens jullie een prachtige tentoonstelling, een mooi monument en nou ja, op naar 100 jaar Molukkers in Kuik. Ja. Dank jullie. We gaan het zien. Dank je wel. Ja. Welkom iedereen, ik doe het met een stemverheffing, want we hebben geen audiomiddelen tot onze beschikking. Ik mag jullie namens onze werkgroep Grafrecht Kuik en onze activiteitengroep Bersama Kuik van harte welkom heten. Fijn dat jullie er allemaal zijn. In het bijzonder heet ik welkom onze burgemeester Wim Hillenaar en Ega. Mevrouw Hillenaar noem ik het bij deze maar. Pastor Theo Lamers, Ton van Elk de Vreese en Annie Elk de Vreese. Willy. En Willy Elk de Vreese, sorry. En ik kijk even rond of Jules er al is. Ja. Jules, ook welkom. Rob Poel. Ja. En natuurlijk familie van Noembi. Ja. Het is 70 jaar geleden dat de grootste groep Molukkers in Nederland aankwam. De Molukse gemeenschap heeft op vele manieren stilgestaan bij dit 70-jarig verblijf in Nederland. Het is 60 jaar geleden dat de eerste Molukse gezinnen zich hier in Kuik vestigden. Op deze dag, 4 december, willen we een bijzonder herdenkingsmoment in acht nemen ter herinnering aan onze ouders, grootouders. Wij noemen ze onze eerste generatie. Wij gedenken hen door een bijzonder monument te onthullen. Een monument met een extra status. Omdat dit een kunstwerk is gemaakt door onze eigen Molukse kunstenaar Wijlen Sias van Noembi. In de Molukse wereld is het zeer gebruikelijk om zo'n plechtigheid te beginnen met een gebed. Daarom zou ik pastoor Theo Lamers, onze vicaris-generaal, willen uitnodigen om een gebed tot ons allemaal te richten. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Gezegend bent u God, schepper van het heelal. U hebt al het goede geschapen en de aarde aan de mens gegeven om haar te bewerken. U brengt mensen samen in leven en in welzijn, maar ook in verdriet en in pijn. Wij bidden u, laat ons altijd verbonden blijven met elkaar, dankbaar zijn voor al het goede wat u ons gegeven hebt en ons blijven herinneren wat wij in ons leven met ons meedragen. Vandaag, heel bijzonder op deze dag, willen wij herinneren al die mensen die ons in dit leven zijn voorgegaan, die ons op weg hebben gezet naar een toekomst die de moeite waard is. Wij vragen, zend ons ook weer verder. Laten wij ook in de toekomst ons leven met elkaar delen, bijzonder met hen die het nodig hebben. In de liefde van Christus, onze Heer, die met u leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bidden we samen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld,
zal ze vrij vergeven ons gezonden en breng ons niet in de boel, maar verlos ons van het kwaad. Naam de Vader, de Zoon. Dank u wel. Ja, mag ik van deze plaats allereerst de burgemeester welkom heten, evenals het comité grafrechten en natuurlijk de overige aanwezigen. Wij, het comité grafrechten, hebben besloten om de officiële onthulling te verplaatsen, omdat enerzijds de coronamaatregelen op pad te spelen, anderzijds willen wij de nog levende moeders uit de eerste generatie vanwege hun gezondheid niet blootstellen aan de huidige weersomstandigheden. Daarom is bij deze bijeenkomst beperkt tot uitpakken van een monument ten einde het zichtbaar te maken voor het gemeenschap te weinig. In het voorjaar kunnen wij dan in aanwezigheid van de nog levende moeders een uitgebreid onthulling organiseren die recht doet aan de herinnering aan de eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwamen in de 50e jaren. Toch past hier een bijzonder woord van dank aan onze burgemeester die in een korte tijd toch nog dit monument heeft weten te realiseren. Voorts natuurlijk ook dank aan Ton Elk de Vreese, Anis Ranjan, Max Maslaman, Nella Ririmasse, Fred Maslaman, familie van Oembi en Rob Poel, die zich hebben ingespannen om de wens die al lang leefde onder de Molukse medeburgers te verwezenlijken. Wij hopen in het voorjaar op een prachtige onthulling in het bijzijn van een ieder die hierbij betrokken is geweest, niet in de laatste plaats natuurlijk de nog levende eerste generatie. Dit bijzondere historisch moment wil ik tevens opdragen aan mijn pleegouders Gerardus Mayella Namsa en Leontien Namsa Kasmi en mijn broer Severinus Mastail. Mogen zij rusten in vrede. Dank aan u allen en nog een fijne weekend toegewenst. Prima kasih banyak, u allemaal, voor deze bijzondere historische monument. Ja, goedemiddag. Ik probeer het ook met een luide stem. Het is een bijzondere dag. En het is eigenlijk een bijzonder jaar. 70 jaar Molukkers in Nederland. 60 jaar, Max Maslaman zei het al, Molukkers in Kuik. In 1951 kwamen er in totaal 12 schepen richting Rotterdam. En daar stapten mensen uit die dachten hier even te verblijven. De onvoltooide reis wordt het ook wel genoemd. Een geschiedenis die ik me niet zo bewust was, zeg ik al eerlijk, maar u misschien ook wel niet. Koen Verbraak heeft daar een prachtige documentaire over gemaakt. Molukkers, 70 jaar op weg naar huis. En daar hebben we volgens mij veel van kunnen leren. Over de kille, om niet te zeggen afwijzende ontvangst in ons land. Het tijdelijk verblijf dat permanent bleek. En niet in de laatste plaats het ontslag uit het leger als kneelmilitair. En dames en heren, zegt misschien iets over mijn leeftijd, maar ik dacht, het zit wel goed met die Molukse gemeenschap, wat volgens mij een voorbeeld is van een krachtige integratie. Mensen die het goed doen hier. Maar je moet je ook die geschiedenis goed kennen om te begrijpen welk leed er wel degelijk meegedragen is. En daarom is het fijn dat we dat hier in Kuik ook met elkaar onder ogen zien. Dat we dat met elkaar ook kunnen herdenken. En ik benadruk dat zo, want we hebben het dan over de Molukse gemeenschap. Maar zoals Maxima ooit zei over de Nederlander die niet bestaat, is er natuurlijk ook een hele diversiteit in de Molukse gemeenschap. Maar u bent er met elkaar ingeslaagd om dat hier samen te doen
Dus ik zeg ook dank tegen de werkgroep Grafrechten, tegen de werkgroep Bersama, wat we straks dadelijk nog gaan zien in de expositie die er is. Want volgens mij hebben we daarmee het goede gesprek gevoerd en hebben we ook gezien dat je geschiedenis niet ongedaan kunt maken. Je zou hem ook niet moeten willen herschrijven met de ideeën van nu. Maar we moeten er wel van blijven leren. Want dat is de manier om elkaar het best te begrijpen. Ik vind het heel fijn dat we langs die drie sporen, de grafrechten, de expositie, met de daarbij behorende petitie, wat we dadelijk nog zullen zien, en dit monument, dat we daarmee ook in Kuik recht kunnen doen aan vooral ook de eerste generatie. En ik noem daarbij de namen van Annie Otler, Victoria Renjaan en Theresia Nanarjaan. Ik weet niet of ik het laatste goed uitspreek. En dan staan we hier bij het monument. En dat is toch prachtig. Van Sias van Noemi. De Kuikse Molukker. Of de Molukse Kuikenaar. Zo moet je het zien, denk ik. Samen met... Zijn broers hebben dat samen met Giel Baldertse, ook aanwezig hier, op deze mooie plek gezet. En het een goede plek gegeven. Het heet Hidup. Hidup? Hidup. En dat staat voor leven. En dat staat, ja, dat staat voor heel veel meer, maar daar komt denk ik dadelijk nog wel een mooie toelichting op. Dat laat ik ook aan de kunstenaars. Maar het is daarmee ook, vind ik, een mooi eerbetoon aan Sias van Noemi zelf. En dat dit ons mag blijven herinneren dan aan dat lelijke hoofdstuk uit onze eigen geschiedenis. Respect houdt voor de eerste generatie, zoals de navolgende generaties die hebben, zoals ze ook de Molukse tradities koesteren en zoals ze, want daar heb ik hoop op, maar ook het volste vertrouwen in, zoals ze zich toch echt wel thuis voelen in Kuik, in Nederland, even zo goed als hun hart nog steeds uitgaat naar de Molukken. Dus daarom zou ik met respect willen zeggen, maar dan hoop ik dat ik dat goed uitspreek, Maluku Tselamanya. Ja, de klemtoon is dan gevaarlijk. Zeggen jullie het eens? Maluku! Tselamanya. Goed zo. Tselamanya. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Geweldig. Dank u wel. Meneer de burgemeester. Mag ik hierna, omdat we toch al lekker bezig zijn, Johanna vragen om hier naar de kathedraal te komen? Welkom iedereen hier aanwezig bij de onthulling van het gedenkteken Hidup van Sias van Noemi. Mijn naam is Hanna van Noemi en ben een zus van Sias en wil u vandaag kort toespreken bij deze onthulling. Sias, zijn volledige naam is Josias, is geboren in Surabaya op Java, Indonesië op 29 september 1949. Sias en ons vader en moeder kwamen in 1951 na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in Nederland terecht en dat is dit jaar, zoals wij alle weten, 70 jaar geleden. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem van 1977 tot 1981. Sias werkte op de grens van de figuratieve en abstracte en liet zich voor zijn werk inspireren door zijn Molukse achtergrond. Helaas overleed hij veel te vroeg, op 7 februari 2013. Voordat onthulling plaatsvindt, vertel ik eerst iets over hoe Sias dacht en te werk ging. Sias wilde met zijn beelden uitdrukking geven aan de strijd die iemand tijdens zijn leven moet leveren en die op hun eigen manier vorm moet geven. Een strijd in de vorm van zoeken naar een balans tussen het goede en het slechte, het rustige en het drukke en tussen het verstandelijke en gevoelsmatige. Ook de moeite, angst en ontheemding los te laten en in het diepe te springen en het als basis gebruiken om voor te bewegen en steeds weer iets nieuws te maken, waarbij je dan op zoek moet naar het gemeenschappelijke dat mensen verbindt. Doordat dit persoonlijke thema in wezen iedereen aangaat, bereikt de Sias dat anderen door zijn beelden geraakt worden. Zelf beschouwde hij zijn werk dan ook als een vorm van communiceren
via zijn beelden. De sfeer van de Molukse achtergrond tegenover de Nederlands gebruiken heeft in de opvoeding zijn weerslag gehad en zijn doen en denken gevormd. Juist op dit snijvlak van deze twee culturen ligt ook de oorsprong van zijn creatieve ontwikkeling. De worsteling met de oorsprong van tradities en rituelen gebruiken aan de ene kant en zijn eigen identiteit aan de andere kant zijn met elkaar in gevecht gegaan. Deze tweestrijd heeft hij in zijn werk zichtbaar willen maken. De weerslag van deze menselijke strijd is universeel. Alles wat zich tussen de geboorte en de dood afspreekt, speelt, is de tijd waarin je je zichtbaar maakt als mens. De symboliek en elementen uit de Molukse cultuur zijn in het proces van zijn vormonderzoek steeds meer universeel geworden. Het is voor mijn familie een grote eer dat het beeld dat zo dadelijk wordt onthuld gekozen is en een prominente plaats zal krijgen in de Kuikse gemeenschap, waarvan ook Sias jarenlang deel uitmaakte. Sias heeft eveneens een kunstwerk in de Kuikse beeldentuin Janka Salim. Vertaald betekent dat ankeren, kijken. Je kijkt op alles wat zal komen, maar ook je hier ankeren en alles eigen maken. Mogen dit denkteken de verbinding zijn tussen twee culturen, zoals Sias die voor ogen had. Als symbool dienen voor 70 jaar Molukkers in onze samenleving. Het beeld als titel niet hoeft gekregen en dat betekent leven. Hier zijn man, vrouw en kind uitgebeeld. Tot slot wil ik namens de hele familie van Noemi iedereen bedanken die zich ingespannen heeft om dit alles mogelijk te maken. Hartelijk dank. Prima kassie. Dankjewel, Johanna. Mag ik hierop aansluitend even Sjaak, ook een broer van Sias, verzoeken om het een en ander te vertellen. Gaat, hè? Ja. Hoi, ik zal me even voorstellen. Neem mijn stap met Boertje John. Ik sta hier namelijk met onze familie en wil mijn dankwoord uitspreken voor de keuze en plaatsing van het monument Gidu, uitgekozen door de Molukse gemeenschap en werkgroep Grafmonument. Grote steun hierbij waren Max en Fred Maslaman, Piet Simmerstijl, Nelle Otter en Heren Massen, Adis Rijan en advocaat Tom van de Elk de Vrees. Voor de plaatsing van de beeld willen we Jules Baltussen bedanken voor zijn advies en bekwaamheid, in één woord perfect. Ons dank gaat ook uit naar de burgemeester en wethouders van Kuik, die deze erkenning wilden geven voor de knielsoldaten. We hopen dat dit prachtige park voor iedereen een rust en een gedenkplaats wordt. Laten we nu even niet stil te houden. Ja. Moment suprême, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, trek eerst aan het touwtje, ik zou zeggen, doe dat maar eens. En dan rustig afhalen. Doet u maar. Oké, mag ik Jules eventjes hier hebben?
zou het duidelijk zijn, ik ben Sjoerd Baltussen. En ik ken Sias vanuit de kunstwereld. En is altijd een, ik heb hem altijd bewonderd. Is een zeer gewaardeerde collega geweest altijd. 2-3 jaar geleden zocht de familie Vernoembi een expositieplek om de beelden die er van Sias te waren te exposeren. En zodoende ben ik daar ingesprongen en zodoende is het allemaal aan het rollen gekomen. En nou ja, dit monument is dus aangekocht, dat hebben we geplaatst. Want ik heb bijzonder prettig samengewerkt met de familie Vernoembi. En natuurlijk ook veel gepraat en iedere keer in die gesprekken kwam naar voren van het koffer. Komt iedere keer bij alle Molukse mensen als je wil praten over het koffer waar altijd klaar gestaan heeft. En toen heb ik als extra een koffertje erbij gemaakt met een tekst erop. En ja, het is allemaal heel mooi gelopen. Het is heel vlug gegaan, dus ik heb voor veel gemeentes gewerkt, maar het is eigenlijk heel zelden dat het zo soepel loopt. En met heel veel dank aan Fred Vink. En ook een openbare werker, bijvoorbeeld Alte Kort, die allemaal heel vlug insprongen en allemaal vlug. Het is gewoon perfect gegaan en ik ben ontzettend blij. Die plek hier is perfect. Het beeld had niet beter gekund, het zit vol Molukse symboliek. En ik ben blij dat ik eraan mee heb mogen werken. Mooi. Midden ervoor draaien maar even. Ja, oké. Natuurlijk mag het niet ontbreken dat we alle namen opnoemen. Ik begin met F. Angormasse en E. Atajali, M. Arawaman, A. Batmomolin, J. Busembun, M. Bungalembun. Ja. Nella, wil jij de volgende? Ja. R. Itilobit, T. Rumfan, J. Vernoembi, M. Nanarjain, W. Vernoembi, R. Selembun, J. Fatbinan, E. Pitna, E. J. Ginsel, N. Ginsel. Ja. C. Im Labla, A. Im Sula, Hut Yu Boni, L. Kalula, D. Maiseka, G. Krawijn, V. Lalar, M. Zomaar. A. Leisiwal, C. Tuatanasi, Z. Litmahulu, P. Temin, C. Lomdar, B. Luri, M. Leverisa, D. Manuputi, H. Rep. F. M. Masalamo, L. Shiraluri, F. M. Stijl, M. S. Ohulurin, S. Matribons, C. Renjaan, M. Meto Tewarte, P. Nalejain en Sanoa. F. Nusmese, M. Ulmasembun, A. Hoilulin, A. Meterai, A. Hoilulin, T. Bonanti, J. Olsuin, R. Brink. L. Otle, A. Leusken, W. Pisulima, H. Sitania, O. Rallehalu, B. Rosvold, M. Volkert, S. Riaan, D. Kunnen. Ja,
A Renyan. I Renyan. V Chanan. J Renyan. W Cox. A Sapakua. O Sapakua. D Soluri. El Taborat, A Bisembun, R Talout, P Batjanan, Oom en Tante Tebi Julu, J Tuni, Kainama, H 12, A Manuembun. De laatste, ZF Unwekla Mokhtar, D Unwekla, P Utukaman, Eswati M. Laian, laatste PP Warawarin. Dankjewel, werkgroep. En natuurlijk is iedereen heel nieuwsgierig wat er op die koffer staat. Dus zou ik willen verzoeken aan Anis en Nella om even duidelijk verstaanbaar aan iedereen voor te lezen wat er op die koffer staat. Ter herinnering aan de Molukse kneelmilitairen die in 1951 met hun gezinnen in Nederland zijn aangekomen. Untuk memperingati kedatangan tentara kneel dari Maluku bersama keluarga tiba di Belanda pada tahun 1951. Dankjewel. Dankjewel. Daarbij zijn we aan het eind gekomen van deze plechtigheid. U allen wordt hartelijk bedankt. Terima kasih, zeggen wij dan. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dank u wel. En dit betekent vlam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kerjaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sukses. Thank you.
Sarah Pessy, daar mag best voor geklapt worden. Hina Masawaya. Een lied gezongen in een eeuwenoude taal, het Molukken, dat de volgende strekking heeft. Waar je ook bent, waar je ook naar op zoek bent, of dat nu als volk is of als individu, het is belangrijk dat je naar elkaar blijft omkijken. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de afgelopen 70 jaar in Nederland, dat we deze traditie, deze boodschap, deze intentie over het algemeen bij Molukse mensen niet verloren is gegaan. En daar staan we in ieder geval wel onbekend om die hechte gemeenschap waarbinnen er naar elkaar wordt omgekeken. Hoe kon het ook anders? De Molukse gemeenschap was op elkaar aangewezen. Stelt u zich maar eens voor dat veelal jonge knielmilitairen alleen of met hun gezinnen 70 jaar geleden naar Nederland kwamen zonder ouders, zonder broers, zonder zussen, ooms, tantes en sommigen moesten zelfs hun kinderen achterlaten. En dat deden ze. Immers, na 6 maanden zouden ze terugkeren. Zij verbleven in woonoorden, in kampen waar lange tijd geen contact mocht zijn met de buitenwereld. Ze waren echt op elkaar aangewezen. En toen duidelijk werd dat een tijdelijk verblijf uiteindelijk een permanent verblijf was, werden gezinnen vanuit de woonoorden in Molukse wijken geplaatst door heel Nederland. De eerste gezinnen in Kuik kwamen in 1961 te wonen in de Karel Doormanstraat, Professor van der Brinkstraat en de regiment Stoottroepenstraat. Zij kwamen vanuit kamp Donsel bij Nistelrode en kamp Vilheide bij Mil. In 1967 vestigden Molukse gezinnen uit het kamp Oude Mode bij Wel zich onder andere in de Zadelmakersdreef en de Zwaardvegersteden en in andere delen van Kuik-Noord en Katwijk.
Te midden van de Kuikse gemeenschap bouwden zij hun leven op. Zij ruilden hun vaderland, hun Tanaïr, noodgedwongen in voor het koude Nederland. De witte stranden voor de witte sneeuw. De sagopalm voor de appelboom. En de blauwe zee door de bocht in de Maas. We nemen u nog even mee terug naar die blauwe zee. Lautan Biro. Lautan Biru. Lautan Biru. Door Gerard Axe. Lautan Biru, dat wordt aangevoerd. Ergens moet het beginnen. Het water. Dat wordt aldoor aangevoerd. Ergens verdamping, verdikte nevel. Een zware lucht laat regen los. Zelfs in de woestijn. Maar toch, het valt. Het verzamelt zich. Het voegt zich bij bronnen. De grote atmosfeer beheerst de hele loop. Van aarzelend water naar stroomgebied. Van beek naar bruisend rivier. Van binnenmeren naar de zee, de wereldzee. Lautan Biru. In onze gedachten is de blauwe zee alom tegenwoordig. Als een baarmoeder omspoelde hij de eilanden. Scheepte ons in, vervoerde ons. Over zijn bolle vlakte. Ondanks dienstbevel was de aankomst toevallig. We hielden onze koffers gepakt voor snelle terugkeer. Ter begroeting van onze verwanten die al die tijd de stranden bevolkten. Nu zijn de koffers lichter geworden. Uitgepakt in stenen huizen. De muren hebben ons niet verstart. We zijn onszelf gebleven. Kinderen van onze ouders. Ergens in het begin, zoals het water wordt aangevoerd, dat houdt niet op. We zeggen wereldzee. Wat we hier hebben opgeschreven, ver weg uit het oog, dichtbij in het hart. Lautan Biru, blauwe zee, land van onze ouders. Meerna. Het land van onze ouders, schrijft de dichter. Deze ouders werden grootouders, werden overgrootouders. De familiebomen die groeiden door. En daar staan we dan, 60 jaar later, met 6 zeecontainers hier achter mij en een eigen Kuiks Molux museum aan de overkant. En met u om ons heen. Heel fijn dat u hier vandaag wilt zijn, ondanks de kou, ondanks deze regen waar ik nu in sta. Hartelijk welkom bij deze ceremonie en ook welkom aan alle mensen die via Omroep Land van Kuik meekijken. Gelukkig mochten we de opening vandaag op deze manier laten plaatsvinden, laten doorgaan. Als we kijken naar de evenementen die hier en daar zijn afgelast de afgelopen tijd, dan mogen wij dankbaar zijn dat wij hier mogen staan vandaag. Het kan weliswaar niet zo groots opgezet als dat we wilden. Maar met wat aanpassingen de afgelopen dagen zijn we blij u de komende 3 kwartier nog van een mooi programma te kunnen voorzien. En we zijn werkgroep Persama, dat is Minus Pessi, staat aan die kant, Maxima Salaman, Mirna Groenigma-Stijl, Ramona Arts-Ebbers en Zara Smoor. En ik ben Marcia Laian. In dit programma laten we onze drieluik terugkomen. We zijn trots op onze drieluik. De drieluik waar we in april mee zijn gestart als werkgroep. Eerste is het eren en herdenken van de eerste generatie. Het tweede is meer aandacht in de schoolboeken over de gezamenlijke Molukse Nederlandse historie. En 3, kennisoverdracht en verbinden. Te beginnen met het eren en herdenken van de eerste generatie, want wat zijn wij trots op onze opa's en oma's. Wat zijn we trots op hun harde werken en hun incasseringsvermogen. En bovenal dankbaar voor hun warmte. Hun liefde en hun kracht. Vaak stille kracht. Een prachtig monument van wijlen Kuikenaar Sias van Noembi
als eerbetoon aan de eerste generatie is eerder vanmiddag onthuld door de werkgroep grafrechten samen met de burgemeester en de familie van Noembi. En ook op dit terrein, waar 70 jaar Molukkers in Nederland hier achter mij en 60 jaar Molukkers in Kuik worden getoond in het museum, willen we die mensen herdenken uit de Molukse en Indische gemeenschap die ons voor zijn gegaan. En dat doen we met het ontsteken van 5 kaarsen. Want inmiddels zijn we aan de 5e generatie toe. Dus elke kaars staat voor 1 generatie. En dan zou ik graag willen vragen of dat eigenlijk de oudste van de 2e generatie die hier... Ja, oom Piet, zit er eens om... Oom Piet er? Oh, oom Piet is er! Oh, ik zag u niet, oom Piet. Oh, wat fijn dat u er bent. Wilt u een kaars aansteken? Oom Piet vertegenwoordigt dan de eerste generatie. Oom Piet is ook met de boot aangekomen. En dan zou ik oom Mozes willen vragen voor de 2e generatie. Zara. Voor de 3e generatie. Janiso. Voor de 4e generatie. En Sara, mag ik jou vragen om namens de 5e generatie een kaars aan te steken? Ondertussen luisteren naar een lied, Amar Lolin Ini, wat betekent deze mooie dag. Oh,
Dankjewel, Rosa, Laïam, Anis Laïam en Sarah Bessie en de Tiva-groep. Dankjewel. U hoorde Amar Lolim Ini, wat betekent deze mooie dag. En het is een mooie dag vandaag. Ja, het regent. Maar, en het is een beetje koud hoor ik inderdaad. Ja, maar goed, het is december en het is Nederland, dus ja, wat willen we, hè? We zijn in ieder geval samen. We zijn bijeen. Weliswaar met een kleinere groep en op ongeveer 1,5 meter afstand. Maar we kunnen nog samen zijn. We kunnen weer even naar elkaar omkijken. En in het lied wat u net heeft gehoord, wordt de Heer bedankt voor deze mooie dag. En wordt aan hem gevraagd of hij allen aanwezig, in lijve of in gedachten, zijn zegen wil geven. En de dag wordt nog een beetje mooier, omdat ik de burgemeester het woord mag geven. Burgemeester Wim Hillema. Tenminste, dat hadden we zo bedacht. Ik hoop dat het ook bij u is voor Ursula. Ik dacht dat ik mijn kruid eerder op de middag al geschoten had. Een mooie dag. Een dag vol warmte in je hart. He? Want hier komen twee werelden letterlijk samen. Het bar koude Nederland en de warmte van de Molukken. Volgens mij is het mooi dat we op dit punt nu in de geschiedenis staan. Een geschiedenis waarvan straks nog gezegd zal worden, die moeten we veel meer uitdragen. Maar een geschiedenis dus ook die de Belanda niet zo goed kent. Ik in ieder geval niet. En ik heb dit jaar veel geleerd, mede dankzij jullie. Maar ook dankzij documentaires op televisie, zoals die van Koen Verbraak, die ja, de tijd is er rijp voor om die geschiedenis onder ogen te zien. Die waarheid van die afwijzende ontvangst in Nederland, van het ontslag als kneelmilitair en van tijdelijkheid dat permanent werd. En als je die dingen op je in laat werken, dan heeft die eerste generatie natuurlijk ontzettend veel te verstouwen gehad. En draagt dat verder in de navolgende generaties. En dan is het mooi, als je op dit punt in de geschiedenis aankomt, dat je dat met elkaar onder ogen kunt zien en dat je daar met elkaar van wil leren. En ook dat trouwens, dames en heren, is Nederland. En een beetje nuilen in het verkeer. Net terwijl ik probeer te gaan zeggen, op een zo waardig mogelijke manier, dat de geschiedenis er vooral is natuurlijk, niet om hem te herschrijven, niet om hem te beoordelen, niet om met het opgeheven vingertje te gaan zeggen hoe het had gemoeten, maar om hem onder ogen te zien en om ervan te leren en om elkaar te begrijpen. Dat is denk ik de waarde en de kracht van de expositie die hier achter ons staat, die ook voor mij nog een verrassing is, maar ik laat me graag verrassen. En dat is ook de opdracht aan ons allen voor de toekomst. Ik sta hier ook in dankbaarheid in de richting van de werkgroep Grafrechten. Daar hebben we van eerder vanmiddag iets over gezegd. Maar ook de werkgroep Versama. Want toen wij werden benaderd door de organisatie voor deze reizende tentoonstelling, hadden we eigenlijk als gemeente maar één voorwaarde. En dat is dat het iets moet zijn vanuit de Molukse gemeenschap hier in Kuik. En jullie hebben dat meer dan met beide armen omarmd. En daarom staan we hier nu ook en kunnen we dit zo met elkaar beleven. Dus ik ondersteun graag de oproep om deze geschiedenis verder uit te dragen. Ik raad de expositie aan iedereen van harte aan. Maar ik zou vooral willen zeggen, en dat doe ik in het volste vertrouwen, we weten dat
ook in de vijfde generatie, hoewel die nog heel jong is, denk ik, hè? Ja. Maar het hart bij de Molukken ligt. Maar u zich hier in Kuik thuis voelt, welkom voelt en ook uw toekomst ziet. Ik wil jullie dus nogmaals danken voor deze medewerking. En open ik de tentoonstelling? Wat doe ik eigenlijk hier? Oh, dat doen we daar. Dan geef ik het woord graag terug aan jouw leiding. Dank u wel. We hadden wel een heel mooi draaiboek en dergelijke, hè? Maar... en ik wou ook eigenlijk zeggen dat de burgemeester nog even mag blijven staan. Maar ik geef gewoon eerst even het woord aan Myrna, want we gaan over naar het tweede deel van onze drieluik, namelijk de petitie. Ja, dankjewel. Op school heb ik er niets over geleerd. Waarom het is dat Molukkers er in Nederland zijn. Ik heb niet in schoolboeken gelezen over knielmilitairen zoals mijn opa, mijn kinderen ook niet. Dat Nederland zo'n 3,5 eeuw de dienst uitmaakte in wat we nu kennen als Indonesië, weten veel Nederlanders tegenwoordig niet meer. En tegenwoordig zijn er gelukkig steeds meer documentaires, zoals onze burgervader ook vertelt. Er zijn lespakketten en gastsprekers gelukkig om het verhaal te vertellen. En het verhaal over de opa's en vaders van de Molukkers die in Nederland leven, wordt ook wel doorgegeven, maar niet in de klas. Molukkers stonden bekend als van nature loyaal, trouw en moedig. Het Nederlandse leger recruteerde deze zeer jonge mannen en ze hebben veel Nederlands het leven gered. We leren op school over de VOC en de VOC was de eerste Nederlandse multinational en dat is een bepaald standpunt vanuit waar je iets naar bekijkt. Je kan het ook van een andere kant bekijken. Je kan het hebben over monopolie op de specerijen bijvoorbeeld. En zo is geschiedenis iets best ingewikkelds. Dus als we het hebben over meerdere perspectieven, dan is deze tentoonstelling daar een goed voorbeeld van. Omdat je binnen de tentoonstelling dus ook meerdere perspectieven te horen krijgt en te zien krijgt. En je wordt daardoor ook misschien wel geraakt op plekken dat je niet eerder had bedacht, omdat je woorden hoort die je niet eerder hebt gehoord. Een feit is een gebeurtenis die in woorden beschreven wordt. Het is leerzaam als kinderen zich er bewust van worden dat woordkeuze afhangt van het gezichtspunt van de schrijver. En mede dankzij de kennis over het Molukse verhaal en ook het Indische verhaal, zullen kinderen voelsprieten ontwikkelen om vragen te stellen. Als zij alleen het perspectief van de dominante cultuur getoond krijgen. Na 70 jaar is het pijnlijk duidelijk geworden dat het verhaal van de Molukkers in Nederland dreigt te verdwijnen uit het collectief geheugen. En dat mag niet gebeuren. Dit is nog steeds geen afgerond verleden, omdat we het niet in de klas kunnen leren. En we kunnen de geschiedenis inderdaad niet herschrijven of veranderen. Ik vind het wel belangrijk om het ontbrekende deel van deze geschiedenis in beeld te brengen. En het is eenmaal een ingewikkelde geschiedenis met meerdere kanten. En vandaar dus ook de petitie met de oproep naar de curriculummakers om dit stuk dus wel in een doel van de lessen mee te nemen. Dus echt in de basiskennis. De petitie is te zien. Op onze website kan je gaan tekenen. We gaan hem nog officieel lanceren, want hij is nu niet officieel de lucht in gegaan. Dus houd het in de gaten. Draag je de Molukse maatschappij een warm hart toe en vind je het ook belangrijk dat dit in de boeken terugkomt, dan mag je het tekenen. Dat gezegd hebbende, ik heb alleen niets om te laten tekenen. Dat stond in het draaiboek. Dus ik was even van me apropos, dus ik vond hem een beetje te stamelen. Ik denk, oh, want we gingen onze burgervader, de burgemeester, iets laten tekenen en ik heb het niet meegenomen. Ja. Oh, oké, nou, wat fijn. Ja, ik heb een heel klein cadeautje namelijk voor jullie meegebracht. Oh. Omdat als het over... Nee, dit past in het draaiboek hoor, wat ik niet ken. Omdat als het gaat over geschiedenis en het curriculum, dan hebben we van heel nabij, namelijk de buren in Gennep, die hebben een prachtig project over hun eigen geschiedenis. En ik heb zo'n boekje meegenomen, de Boksmeerse schrijver Gerard Sommans, u kent het misschien.
Maar ik dacht, dat ga ik jullie in ieder geval geven. Want dat is op een hele kindvriendelijke manier, het is een jongerenboek, vertelt dat het verhaal van jongelui in Gennep aangekomen, op school gaan, met die lompe witte jongens gaan voetballen en zo. En dan achteraf bleek wel wie er het lomst was, zal ik maar zeggen. Maar dat is denk ik op een hele laagdrempelige manier precies waartoe ook de petitie oproept. Dat je naast het lespakket je ook gewoon in een leesboek heel spelenderwijs kan meekrijgen hoe dat moet zijn geweest. Dus ik zie aan jullie gezichten dat velen het boek al kennen, maar ik dacht, dat ga ik dan in plaats van de petitie die ik ook kan ondertekenen, aan jullie overhandigen. Prima, Cassie Banja, burgemeester, dank u wel. Fotomomentje. Ja, jij mag, want we gaan zo meteen over naar de sleuteloverdracht van ons Cuijks Moerlux Museum. En ik denk dat het mooi is als Myrna daar nog even iets over vertelt. Ja, ik kan het zo goed vertellen. Dat is echt... Oké. Toen wij hier begonnen met het plan om dit allemaal te verwezenlijken, de tentoonstelling, liepen we hier rond met de werkgroep. En ik keek zo om me heen en ik zag hier wat panden leeg staan. En mijn fantasie, ik ben een beetje ADHD daarin, die slaat dan een beetje op hol. Dan zie ik allemaal verschillende mogelijkheden. En ik dacht van, wat zou het toch mooi zijn als we dan een soort van zevende plek hebben, aansluitend, met onze eigen lokale invulling. En ik sprak op dat moment Berry Rijnen, want we waren bezig met de videoboodschap voor te bereiden. De stuk regie en inhoud van de tekst. Ik zeg van ja, kan ik dat wel zomaar vragen dan aan die familie? En Berry zegt ja hoor, dat kan wel. Anders ga ik wel met je mee. Dus als een soort, ik voelde me een soort van nichtje die met de oma aan de hand meeliep. Terwijl ik normaal best, ik kan best brutaal zijn en best direct, maar op dat moment dacht ik, ik kan er niet zomaar vragen dat wij daar een pand een hele maand willen en een museum erin en alles erop en eraan. Maar Berry zegt nou, we gaan gewoon even langs. Meneer Frans Stevens die was daar toen en we zijn heel even, niet heel lang eigenlijk, we zijn gaan zitten, keukentafeltje. En ik dacht, ik ga het ook niet direct zeggen dat ik iets op het oog heb. Ik zeg gewoon, goh, het zou leuk zijn als in een van de leegstaande panden hier misschien iets zou kunnen gebeuren, of zou kunnen gerealiseerd worden. Maar heeft u misschien een idee? En zo, dan dacht ik het zo, hè. En meneer Frans Stevens zegt, ja, ik weet al wat. Nou ja, het resultaat mag er zijn, letterlijk en figuurlijk. We mogen er zijn. En ik wil heel graag meneer Frans Stevens uitnodigen voor de sleuteloverdracht. Dat is nu toch? Ja. Ja. Ja, dus voor ja, degene, de meesten weten het wel al, maar we hebben dus ons eigen Cuijks Moerlux Museum. En ik kijk toch eventjes richting onze burgervader van, hey, jammer als we het straks allemaal moeten opruimen. Als er dan niet ergens een permanente plek, misschien ooit in de toekomst. Ja, ik geef hem snel aan de Ramona. Ja, je hoeft niks te doen. Nee, ik ging praten. Ja, want dat vond ik zo fijn. Het is jullie moment. Ja. Maar, of wilt u trommel erop? Nou, Ramona, nee, maandje. Jij vindt het band. En museum. En meneer Stevens, nogmaals hartelijk dank. Ramona, jij ook bedankt. Wij gaan er flink gebruik van maken. Zometeen openen we hem officieel. Dat is bijna, maar ook ik ben even van me apropos. Ik ga eerst, voordat we gaan openen, wil ik graag nog wat mensen bedanken. En dat zijn allereerst de burgemeester, we hebben net ook al gedaan, voor uw steun aan ons dit jaar, heel fijn. People's Media Foundation en Media Luna voor het maken van de reisende tentoonstelling. Ik zie je daar staan, dat we hier mogen binnenkomen, maar we nodigen je graag hier zometeen ook uit, dankjewel. Meneer Frans Stevens voor het ter beschikking stellen, nogmaals. Sjoerd Meijer van de Schouwburg, Harm Baaiens, cultuuraanjager, Clemens Brinkhorst, centrummanager en Berry Rijnen. Allen voor raad en daad, adviezen en waar nodig een faciliterende rol.
Albert Lala voor het maken van onze website. Alle sponsoren. De zangeressen, Rosela Ian, Sarah Pessy, Anisla Ian begeleiding. Janice Olitemahulu als begeleiding op de Tifa. Tifa groep Tahuri, die we zo meteen ook nog zullen horen. Met de hartslag van de Molukken. Want zo noemen wij de slag van de Tifa. Dat is de hartslag van de Molukken. En last but not least, alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met het ter beschikking stellen van hun, van ons erfgoed eigenlijk, voor ons museum. Bedankt voor het inrichten en straks ook met het supposten van deze tentoonstelling. En ook dank aan onze achterban, onze gezinnen die we de afgelopen 2 weken volgens mij bijna niet hebben gezien thuis. Dus bedankt dat jullie ons hebben laten gaan om de dingen te regelen die we geregeld moesten krijgen. Kleine mededeling straks bij het bezoeken van de tentoonstelling, zowel hier als onze Ruma Betta, ons museum, willen we vragen rekening te houden met de 1,5 meter afstand en het laten zien van de QR-code. Dat is nu eenmaal verplicht in deze tijd. Hopen dat het snel gaat veranderen. En vergeet niet de petitie te tekenen. We kunnen het gebruiken, de officiële lancering die volgt nog, maar ga alvast naar www.bersama-kuik.nl. Daar ziet u de petitie staan, of een linkje naar de petitie en met het invoeren van uw naam en dan op oké drukken, dan heeft u hem ondertekend. U zou ons daar mee helpen. Dank jullie wel. We zijn er bijna. We zijn er bijna. We gaan nog even terug naar Tanaayir, naar Maluku, naar Lautambiru, waar onze opa's en oma's wegzeilden van Maluku. Zij leven in onze herinneringen voort. Jullie mogen. Sudah berlayar jauh begini. Tanahku manis, beta ku ingat sampai di sini. Tongkal adaku duduk menangis, beta terlupa negeriku yang tercinta. Ibu dan bapak, siu dan bersaudara, sudah berlayar sampai di sini. Sure.
Selalu kembali, selalu kembali di peringatanku. Meneer Stevens en Ramona lopen alvast naar Roemabetta, want we gaan tegelijkertijd de sleutel omdraaien en hier het lint doorknippen. Hier nodig ik uit ook Piet Wissolima en de burgemeester Hillenaar. U mag alvast deze kant op komen. Satu, dua, tiga.